Jolanda Zomer, binnenkort een fanclubdag? Ja, dat klopt. Op 26 oktober in de Kier Royal te Schijven in Brabant hebben we eindelijk de allereerste keer een fanclubmiddag eigenlijk. Nou ja, het is heel erg leuk. Het is een optreden van mijzelf natuurlijk. Ik ga er een aantal doen. We krijgen ook gastoptredens van De Nans, mijn man in de videoclip zeg maar. Een gastoptreden van Colin en Marco Kanters komt ook nog even acte de présence geven. En het wordt gewoon een hele gezellig middag. Het is de bedoeling dat de mensen gewoon lekker allemaal hun kindertjes meenemen. En ja, gewoon gezellig een beetje een familiemiddag. Dus, ik kan met iedereen een praatje maken, want ja, het is niet altijd natuurlijk mogelijk als je een optreden hebt gedaan, dat mensen wel eens gezellig vinden om lekker met je te kletsen, bessen en op de foto willen en zo. Ja, dan kan dat gewoon allemaal niet. Ik ben dus heel de middag lekker aan het rondwandelen en speciaal voor de mensen daar dus. Het gaat dus erg goed met je. Ja, het gaat wel weer lekker, ja. Ja, want je zit ook in een boekje wat onlangs is verschenen. Ja, dat is een heel erg leuk boekje, geschreven door Paul Jansen. En aangezien er eigenlijk niet zo heel erg veel geschreven wordt eigenlijk over het Nederlandstalige lied, was dit natuurlijk heel erg leuk. Het ligt gewoon in de bekende winkels waar je gewoon de boeken kan kopen. En het is ook op internet te bestellen. Paul heeft eigenlijk door het boek een rode draad laten lopen. En gaat eigenlijk over een aantal Nederlandstalige artiesten. Ja, waaronder Dries Roelvink, Thomas Bergen, Graddame. Natuurlijk niet te vergeten Jannes, André Hazes. En dan staat er van het begin af aan een heel klein stukje van de mensen toen ze nog jong waren. Dus ook met een fotootje erbij. En tot aan eigenlijk hetgeen wat ze nu hebben gedaan. Of ja. En dat vind ik heel erg leuk, want ik ben met Annie de Reuver, de enige dame in het boek. Dus daar ben ik ontzettend trots op. Vind ik heel erg leuk.